ben Jasmin Smit, ik ben 26 jaar en ik woon in Zwolle. Jasmin Smit, hoe belangrijk is jouw rol als aanvoerder van dit betrekkelijk jonge Nederlands waterpoloteam? Ik probeer gewoon mijn beste beentje voor te zetten en iedereen zo goed mogelijk te helpen. En je merkt nu wel, omdat het team natuurlijk iets jonger is, dat je een iets grotere rol hebt en dat je iedereen wat meer dingetjes uit kan leggen. Maar ik denk, we hebben wat meer ervaren speelsters wel in het team, dus ik denk dat we dat gezamenlijk een beetje oppakken. Hoe lastig is het na dat enorme succes van 2008 om de focus weer richting een nieuwe Olympische Spelen? En in ieder geval de deelname daarvan te leggen? Nou, hij is niet zo lastig eigenlijk. Weet je, een spelen is gewoon het leukste waar je heen wil, het grootste waar je heen wil als sporter. Dus dat is natuurlijk alleen maar, heb je altijd motivatie voor. En natuurlijk, als je gewonnen hebt, dan zijn er natuurlijk ook een aantal speelsters gestopt. En die hebben dan zoiets van, ik wil wel andere dingen doen. Dus ook studie en werk of wat dan ook doen. Maar ja, ik was 23 op de Spelen. Dus ik had zoiets van, ik heb nog een hele sportloopbaan voor me. Dus ik wil eigenlijk nog veel meer winnen. Ja, te beginnen met het EK. Dat zou al een hele mooie opstap zijn. Dan verzeker je in ieder geval van de Olympische kwalificatietoernooi deelname. Hoe kijk je aan naar het EK en hoe kijk je ernaar uit? Nou ja, ik denk gewoon, het grootste doel is gewoon dat we in ieder geval bij de eerste vier komen, zodat we ons plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Kijk, als we dat niet zo halen, zou het natuurlijk een hele grote domper zijn. Maar ja, het EK is natuurlijk zelf ook een heel groot toernooi. We zijn natuurlijk twee jaar geleden derde geworden. Dus we kijken of we die prestatie kunnen verbeteren. Hoe is het om in eigen land zo'n toernooi te spelen? Ja, heel erg leuk. We hebben al eens een keer eerder in Eindhoven gespeeld met veel publiek en zo. En dat, dan leeft het gewoon heel erg en iedereen is voor jou. Dus ik hoop dat het ons een beetje helpt en een beetje een steuntje de rug is.